Yes, dames en heren, jullie zullen het al wel gezien hebben. Het is weer Karpersvolle 2019 editie. Ik ben hier met de kleine baas op de KBO-stand. En jullie horen wel mijn stem. Mijn stem is al een beetje wat beschadigd. Komt omdat het drie hele gezellige dagen zijn. Dus mocht je dit zien en er dit jaar niet bij zijn, kom zeker volgend jaar. Achter mij hebben we de KBO-stand. Helemaal bomvol toffe items, merchandise en we hebben een hele leuke winactie. Dus dames en heren, word gewoon KBO-member, sluit je bij ons aan. En hebben we nog wat mooie boodschap? We hebben nog een mooie boodschap, dat is: zorg dat de jeugd lekker blijft vissen en niet aan de drugs gaat. Tot ziens. Welkom allemaal. We zijn hier op de show van Karpersvolle 2019. We vieren het 25-jarige jubileum van Mick Payne. En Karp Hunts heeft geroken aan de gom. En die vroeg mij, zou je deze alsjeblieft willen tonen en wat kunnen uitleggen en de mensen laten zien hoe dit werkt. Ja, het is eigenlijk vrij simpel. Je pakt een nieuwe haak uit je pakje. Dat kan zijn elke haak, maakt niet uit wat je pakt. De haak is in principe al heel erg scherp. Ik bedoel, hij blijft echt goed hangen. Maar wil je nou dat extra beetje scherpte aan je haak geven, dan kan je de gom gebruiken. De gom is niet als een traditionele slijpsteen, maar het is gommie, dus een gumachtige substantie. Maar dan gevuld met zandkristallen. Hoe werkt dit? Je stopt de haakpunt in de gom, ietsje verder, niet zo ver bedoel ik, en dan hou je vinger erop en hou hem heen en weer. Doe dit tussen de 5 en 10 seconden. En dan zie je dat de haakpunt al van de technologie is vandaan. En wat doet dit dan? 1. De haakpunt wordt omsingeld door de zandkristallen die in de kom zijn. Om het erin te steken en heen en weer te halen, ben je ook de punt en het stukje compleet aan het slijmen. Dit is nu echt een stukje scherper geworden dan dat de haak al was. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien, maar hij plakt onmiddellijk aan mijn nagel. Dit kan je met elke haak doen. Onthoud wel, heb je wat hardere haak, dan zou je er iets harder of langer aan moeten heen en weer halen. Wij hebben een filmpje gemaakt van de gom 2.0. En wat hield dat in, is dat je aan deze zijkant met een mes maak je dan een snede. Dan krijg je een heel klein groefje. Wat er dan gebeurt, als je dan de haakpunt erin steekt, in het groefje haalt en dan heen en weer. Van beneden naar boven. Of wat er dan gebeurt, is dat de zijkanten nog extra worden geslepen. Dus wat je krijgt is zeg maar een triangel aan je puntje. De gom is uitgeroepen door Carfeeling het meest innovatieve product van 2018. Daar zijn wij heel erg blij mee. Wij hebben de verkopen gezien hier op Karpersvolle. Het is te gek voor woorden hoeveel er over toonbank zijn gegaan. Dit is wel echt ons trots. We zijn er heel erg blij mee. Heb je hem niet? Ja, kom hem dan zeker bij ons halen. Mocht je op de beurs nog zijn. En zo niet, dan is hij op de webshop te krijgen. Of kijk bij uw lokale dealer bij u in de buurt.
Voor nu ga ik bedankt voor het kijken. En Carpent, heel veel succes met het filmpje. Dankjewel. Beurs is ondertussen op zijn eind gekomen. Wij zijn onderweg naar huis. Ik ben er niet aan toegekomen om te vloggen, want ik werd zoveel afgeleid. Zoveel vragen, leuke reacties op dat ik bij Strategy zit nu. Vond je de video vet na het kijken van deze video? Laat dan alsjeblieft een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren. En dit jaar komen er echt heel veel vette video's aan. Dat kan ik nu al beloven. Ik hoop dat jullie ook een leuke beurs hebben gehad. En hopelijk zie ik jullie volgend jaar. En misschien dit jaar nog tijdens een social. Dankjewel jongens. Doppie.